Je wat, ik zet die ook gewoon aan. Nou, eens kijken. Als we hier dan bouwen. Bouwen ze zo keurig naast elkaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hebben we hier 8. Dan gaat het transportband hier naartoe. Ja, en dan draait hij hier af op een enkel bandje. Want ja, meer hoeft er niet naartoe. Wacht, wel. Hij moet deze hebben. Anders had hij zijn 75 niet. Nou. Shit, ik heb hem verkeerd gesneden. Kijk, zo, dan werkt hij wel. Kijk, dat ziet er mooi uit. Dan dit. Ja, helemaal dicht bouwen. Dan heb je gewoon echt alleen die uitgangen waar de items doorheen komen. Dus dat is wel nice. Ik hoop dat deze uitgelijnd is, dat die goed staat. Ja, top, die staat perfect. Ah, hij staat net één te ver. Oh, weer hem te ver. Zo. Maar die laatste staat niet goed. Komt te veel naar achter. Ja. Dan zijn ze allemaal iron. Dan wil ik mijn stroom. Die hebben. Ja. En dan gaan we vanuit hier naar die toe. Zo. Kijk hoeveel er nou doorheen gaat. Nou. Hoppakee. Gaan we allemaal maximaal. Kijken van 4 megawatt gaan we naar 17. Zo. Dat is het eerste gedeelte van de smelters is nu af dan. Of ja, van één gedeelte smelters is af. Kijk, hier hebben we dus de 750. 750 gedeeld door 75 is 10. Dus hier kunnen we... Ik heb mijn lampje aangezet. Dan kan ik 10 neerzetten. Hij is leeg. Hier kan ik 10 smelters neerzetten. Op 1 miner. Oké, top. Hier aan de zijkant wil ik ze eigenlijk niet plaatsen. Waarom niet? Omdat ik daar mogelijk nog transportbanden weer laat lopen. Dan niet zichtbaar zijn. Staan hier wel zo mooi, zeg. Hebben we hier dit gedeelte. Ja. Deze guy kan weg. Ja. Oh. Als ik die camera nou eens hier neerzet dan. Zo. En dan... monitoring camera's. Ja, alles is groen. Top. Iron Ore wordt geproduceerd uit 929. Zo. Oh, je kan zelfs in de hub. Vanaf afstand, wauw. Oké, dit is wel een beetje overdreven. Oké, craftbench gewoon, rechtstreeks hier. Ah, maar top. Lukt dit? Ja. En als we nou... hier die awesome sink neerzetten. Dan moeten we iets hoger nog gaan. Ik zit nou echt te denken, wat gaan we hierin editen met de video. Wow, ik zou volgens mij zelfs nu zo kunnen doen. Even kijken, display capture. Tegen filters. Hij heeft niet zo zin om te laten zien. Dat doet hij wel, properties. Ah, hier is filters, top. Kan ik hier een chroma-key op zetten? Ja. Dan zou ik zeggen... custom color. Pick color. Die. Ah, nee. Dat wordt hem niet. Oké, dat is heel raar. Echt zo'n rondje maakte die ervan. Nee, dat gaan we niet doen. Zo. Dat is beter. Nee, maar als we dan nieuwe hebben, kunnen we hem hier wel... onze green screen room. De nieuwe items. Oh, die mag je alleen op de grond plaatsen. Ah. Dit is wel echt spacend hoor. Als ik daar zo in sta dan. Ja, maar dan doen we die gewoon niet. Zo. Zo, dat zijn lekker korte afstandjes. Nou, dan pakken we een powerpole. Ja, oké, maar dat is ook wel lang genoeg nou weer. Oké, wat zullen we hier eens van laten maken? De ene zijn 9. Zijn er 9 en de andere kant zijn er 6. Kan ik Squoosh ook gewoon zo maken? Oh. Dus zo hebben we de plates nodig. En veel ook. Als we deze kant gewoon compleet plates mouwen. Kijk, als die dus helemaal plates is, deze hele rij. Deze is niet vol overclockt, dus dan hoeft hij ook niet vol overclockt te zijn. Produceert hij de 60 per minuut. 60 per minuut, top. En als we deze dan allemaal laten mergen. Daar mogen wel gewoon de snelle banden voor gebruikt worden. Nou kijk, 50 per minuut kijkt er maar uit, dus dat kan deze makkelijk aan. En dan walls met een opening, logistics, nummer 5 hierin. Laat deze even nog openstaan zo. Waar ik over zit te denken is gewoon dus deze fabriek volledig te maken op dus de iron gedeelte. Iron plates. En de iron... Oh. En dan de iron rods. Om dat de volledigheid te laten halen. Heb ik hem wel goed neergezet? De dingen. Kijk, nee. Ik sta allemaal verkeerd om. Dat ik hier dus de plates en de rots doe. Die op de trein zet. Zo, dat klinkt bruut. Maar die dus naar de trein toe breng. En die daar dan verder laat gaan naar de fabriek waar ze dan geproduceerd mee worden. Dat ik dat dan doe. Dat zou zomaar een goed idee kunnen zijn. Gewoon ook om te zorgen dat niet alles overbloden wordt. En dan hoeft dit. Ook allemaal niet meer. Dit is niet onze main base gaat zijn. Kan dit weg? Oh. Zo, dat ziet er al een heel stuk minder spacend uit. Hier is veel water. Hij heeft er wel... Ja, oh, het verbaast me dat de stream nog goed is. Ik had echt al verwacht dat hij een lang... frames weer zou droppen. Kijk, wat heb ik hier op mijn... V. Ik probeer eens uranium, waar zit dat? Ik in de buurt of niet? Oh, die zit dus onder de grond en deze hier. Oh, die zit hier dus, kijk. Dus hier gaan we mogelijk ook weer een trein naartoe laten komen. Hoogstwaarschijnlijk. Ik heb alleen nu de hele tijd een zwemanimatie. Ja, ik kan wel de dingen pakken en zo, maar ik blijf zwemanimatie houden. Oké. Okay. Ik weet niet of dit niet ingeladen is, of anders is dit echt wel een mooie spot om iets te bouwen. Heb je een beetje water? Ik ben aan het luchtzwemmen. Oké, nou pas is die echt op vast. Met snelheid. Oh, dat is Sam hoor. Nee, daar heb ik niets aan. Ja, ik doe het verkeerd. Ik wil het op T klikken. Hij is nog steeds aan het vullen, top. Gaan we ondertussen deze maar even opzetten. Echt hele kleine transportbandjes, maar ja. Hoeft ook niet lang te zijn. Als ze maar doen waarvoor ze er neer, waarvoor ze er liggen. Eens kijken, wat zullen we hier eens van maken? Ja, maar kijk, deze kan je dus ook neerzetten. Dan kan je zeggen hoeveel die moet doen. En dan keer poef. Kijk. Gewoon, nee, gaat niet meer. Nee. Vraag te veel. Dan zou je denken met zoveel kan het niet misgaan. Nou, kan dus wel. Wacht, deze is 60. Ja, dat dacht ik al. Hij heeft niet zoveel nodig. Je kan ook altijd kan je twee constructors op een smelter zetten. Voor dit. Nou, dit gaat sowieso nog een keer opnieuw gebeuren dus. Ja. En daar staat er geen storage pin tussen. Models, popping bottles.